Landgenoten, ik groet u. Als minister van Volksgezondheid vervul ik dit keer de rol om de maatregelen aangaande COVID-19 met u te delen. 2 weken terug heeft de president reeds aangegeven dat er een dalende trend met hoopvolle cijfers was. Ik mag u mededelen dat deze trend zich verder heeft voortgezet. Hierdoor kunnen wij het pad naar een verdere normalisatie gestadig voortzetten. De vorige week hebben wij een gemiddeld aantal van 6 besmettingen per dag gehad. Elke besmetting is er 1 te veel. Echter zijn wij nu dus wel ver beneden de gestelde gevarenzone van 25 besmettingen per dag. Als wij de historische gegevens in beschouwing nemen, geeft dat ons een goede weergave van de huidige situatie. Gaarne deel ik de navolgende grafiek, zodat u daaruit relevante informatie kan halen. We kunnen nu spreken van sporadische, oftewel clusterbesmettingen. Zo was er de afgelopen week een cluster van besmettingen in een visverwerkingsfabriek, waarbij 12 arbeiders besmet zijn geraakt. Deze clusterbesmetting is onder controle gebracht door het BOG. Wij moeten dus alert blijven, aangezien meer dan 90% van onze bevolking nog geen immuniteit heeft tegen het coronavirus. Met andere woorden, een grote uitbraak zoals in Europa gaande is, kan Suriname overkomen als de bevolking de maatregelen niet meer naleeft. Zoals u ziet, vertoont de curve een positief beeld. Aan IHR kan aanbevolen worden dat we nu terug naar code oranje zijn. Wij zijn daardoor steeds meer op ons gemak. Laat dat gemak echter niet overslaan tot nonchalance. Wij zijn er nog niet. Wij constateren de afgelopen 2 weken een toename van meldingen over feesten, clubs die open zijn en waar er massa's mensen op afkomen. Dit moeten wij nu met z'n allen vermijden. Ik wijs hierbij op uw eigen verantwoordelijkheid. U bent de allerbelangrijkste factor voor het vermijden van een eventuele volgende golf. Maak gebruik van de kliklijn 105 om eventuele illegale feestjes te rapporteren aan de daartoe bevoegde autoriteiten. Momenteel liggen er namelijk 5 personen in de intensive care. Dat is een daling van 25% naar 20% vergeleken met de vorige week. 20 patiënten liggen op de verpleegafdelingen van het Wanica ziekenhuis in AZP. Dat is een daling van 13% naar 12% van de landelijke beddencapaciteit. Er liggen 8 patiënten in het isolatieveldhospitaal van het Wanica ziekenhuis. Dat is een daling van 16% naar 8% in vergelijking met de vorige week. De afgelopen week heeft helaas 1 Surinamer de strijd verloren tegen COVID-19. Familie en nabestaanden, gecondoleerd. Landgenoten, blijft u waakzaam. Blijft u zich aan de regels houden. We naderen het eind van 2020 en het Outbreak Management Team beveelt dringend aan dat wij op aangepaste COVID-19 veilige wijze de feestdagen doorbrengen. Er zijn mensen uit de entertainmentwereld die corona-antigeen sneltesten willen introduceren als entry screening voor dansfeesten of andere festijnen. Het is bekend dat de gevoeligheid van deze antigeen sneltesten laag is bij personen zonder klachten. Minder dan 60%. Ondersteund door de PAHO en de WHO wijzen wij dergelijke voorstellen met klem af. Wij zijn de sector dankbaar voor de welwillendheid om met pasklare antwoorden op de proppen te komen. Deze antwoorden zullen wij steeds blijven afstemmen op de realiteit. Een gezond en COVID-19-vrij Suriname is ons doel. De komende weken zal de voorlichting rond de COVID-19 veilig jaar einde opgevoerd moeten worden. Vast staat dat wij de gebruikelijke dans- en drankfestijnen dit jaar voor 1 keer omwille van bescherming van de gezondheid van onszelf en onze naasten achterwege zullen moeten laten. Ik herhaal dus de woorden van de president. Nee, wij kunnen nog niet uitbundig feesten. Nee, die warme brasa's zullen nog even moeten uitblijven. Ja, het is uw plicht overtredingen te rapporteren. Ja, u zult de sociale controle moeten uitoefenen.
COVID-19 is nog niet voorbij. Landgenoten, de algemene COVID-19 maatregelen blijven van kracht. 1. Draag uw mond- en neusbedekking. Voortschrijdend inzicht leert dat dit niet nodig is voor kinderen onder de 12 jaar. 2. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand, te alle tijden in acht. 3. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer. Vanaf maandag 9 november tot en met zondag 22 november gelden de volgende maatregelen. Maatregel 1. Het uitgaansverbod blijft ingesteld van 10 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen. Maatregel 2. Geen samenscholing van groepen groter dan 30 personen. Het is verboden feesten met inbegrip van huisfeesten te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend. Maatregel 3. Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden. Het aantal toegestane aanwezige personen wordt bepaald door de beschikbare capaciteit van de desbetreffende ruimte. De maatstaf is gesteld op niet meer dan 1 persoon per 5 vierkante meter tegelijkertijd. Maatregel 4. Recreatieve sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden. Dit zonder scheidsrechters en of toeschouwers. Onverkort blijft van kracht dat sporten met intensief contact nog niet zijn toegestaan. Maatregel 5. Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. Maatregel 6. Bordelen, bars, nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke blijven gesloten. Er zullen sancties volgen indien genoemde plekken ondanks het verbod toch open zijn. Maatregel 7. Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging open, tenzij zij beschikken over terrassen in de openlucht. Verder zijn opengesteld markten, recreatieoorden, casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren, sportscholen, yoga-dansscholen, aerobics, zumba en sport- of fitnesscentra. Contactberoepen zoals de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops. Dit alles volgens de geldende protocollen met inachtneming van de COVID-19 maatregelen. Maatregel 8. De grens via de lucht wordt partieel geopend voor personenverkeer, mits wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is. De detailinformatie wordt verstrekt aan de desbetreffende actoren in de luchtvaartsector. Het mag duidelijk zijn dat de regering u in de gelegenheid wilt stellen om op een veilige en verantwoorde wijze buitenlandse trips te maken. Dit natuurlijk conform de protocollen. Daarom vraag ik u zich zo omstandig mogelijk te laten informeren indien u plannen hebt om te reizen. Maatregel 9. Vluchten naar het binnenland worden slechts ondernomen onder naleving van de geldende luchtvaartprotocollen. Maatregel 10. Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuisblijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden. Voornoemde maatregelen hebben verstrekkende gevolgen. In gevolge daarvan de volgende toelichtingen. Er zal gebruik gemaakt worden van de actuele incidenties van de landen. Hierbij worden de landen naar risico geclassificeerd: laag, medium en hoog risico. Aan de hand van de risicoclassificatie zijn er specifieke voorwaarden waaraan een reiziger moet voldoen. De risicoclassificatie van landen en de geldende voorwaarden en protocollen behorend bij de risiconiveaus zullen nader bekend worden gemaakt door de bevoegde Surinaamse autoriteiten.
De klassificatie van de landen zal voortdurend, maar tenminste wekelijks worden bijgewerkt. Neemt u contact op met desbetreffende autoriteiten indien u wilt afreizen. De precieze voorschriften worden u meegedeeld na verkregen toestemming. Met betrekking tot recreatieve sporten mag gesteld worden dat de protocollen voor voetbal en volleybal reeds zijn vastgesteld. Wij werken met voortvarendheid aan de protocollen van de overige takken van sport. Alle goedgekeurde protocollen zijn te zien op de website van het BOG, www.bogsuriname.com. Ten aanzien van de handhaving. Er is een COVID Quick Response Team ingezet. Deze dienst is te bereiken op het nummer 105. Het Hoogste College van Staat, de regering en personen uit de zorg, veiligheid en essentiële diensten zijn gevrijwaard van bovengenoemde maatregelen. Met dien verstande dat zij alle voorschriften en COVID-19 preventieprotocollen dringend in acht nemen. Beste landgenoten, gezonde voeding en optimaal bewegen zijn randvoorwaarden voor een goede fysieke gesteldheid. Versterk uw eigen weerstand te alle tijden. Bescherm uzelf en uw naasten onder alle omstandigheden. Wij gaan hier samen doorheen en delen een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Tot slot danken wij de gezondheidswerkers voor hun bijdrage en zorg. Weer spreken wij een woord van bemoediging uit naar werknemers en werkgevers in alle sectoren. We gaan het samen doen. Voor ons allen, voor onze kinderen, voor ons geliefd land Suriname. God zegene u. Dank u voor uw aandacht.